heb vrij hard uitgekeken om naar middelbare school te gaan in de vakantie. Want ik vroeg me eigenlijk wel veel vragen af hoe dat ging zijn. Ik heb een jaar op een andere school gezeten, maar ik ben eigenlijk teruggekomen omdat de sfeer hier heel goed zit. En allee, dat zorgt ervoor dat ik me echt goed voel hier op school. Ik weet heel zeker, moest ik naar deze school niet zijn geweest, dat ik niet zou staan waar ik nu sta. Dat ik niet zou opengebloeid zijn waar ik nu ben. Theorie en theorie en theorie. Het is ook veel praktijk en al. En soms een keer een spelletje rond die leerstof. En dat is altijd wel leuk. We hebben eigenlijk wel de mogelijkheid om creatief te zijn hier op school. Bijvoorbeeld met groepswerken. We mogen daar altijd zo onze eigen toets aan geven. Want de leerkrachten vinden dat ook leuk, zodat ze zien dat het echt persoonlijk is. Als ik les volg, is dat de leerkrachten goed uitleggen. Als je iets niet snapt, dan gaan ze het je uitleggen in woorden dat jij begrijpt. Als ik naar een leerkracht ga en ik heb hulp nodig, zeggen ze ja, ik zal u helpen. Iedereen heeft zwakke punten, maar niemand gaat achterblijven. Want ja, dat hoort zo op school, zij hier op school om te leren. Het maakt niet uit welke kleren je hebt, welke haarkleur je hebt, hoe je eruit ziet, of dat je nu van een andere cultuur bent. Hier kun je gewoon jezelf zijn. Er wordt veel naar onze mening gevraagd. En dat is niet alleen van mij of van mijn klas, maar van alle leerlingen op school. En ik zie wel dat de antwoorden dat we geven, dan daarop terugkomen. Er worden hier veel verschillende activiteiten georganiseerd, zoals jaarlijks de GWP, vorig jaar de strafste school en nu dit jaar stressfactor. En dat is leuk omdat de routine een beetje verbreekt van elke dag dezelfde lessen. En daarom wordt naar school komen ook veel leuker.